Deze videoclip over version control met Git. Waar gaan we het over hebben? We gaan het natuurlijk hebben over version control en we gaan het hebben over Git, want het is version control met Git. Daarna zullen we twee eenvoudige workflows behandelen. Eén waarbij je de Git repository lokaal hebt op je PC, zolang je... en één waarbij je een centralized workflow hebt. Dat is iets wat jullie in de teams gaan doen als er meerdere teammembers aan één en hetzelfde project moeten werken. En tenslotte zal ik nog even iets laten zien over wat er nog meer is. Allereerst, version control. Het heeft te maken met projecten. En het heeft met name te maken met projectveranderingen. Veranderingen in de bestanden die het deel uitmaken van jouw project. En hoe zich dat over de tijd, zeg maar, afspeelt. Daarnaast, als we met teams gaan werken, ja, dan staan die projectfiles staan op verschillende computers. En iedereen knutselt aan die files en dan wordt het nog wat ingewikkelder. Hier is bijvoorbeeld een voorbeeldje van hoe zo'n projectfolder eruit kan zien. Zeg maar, bijvoorbeeld in IntelliJ heb je wat folders en in die folders hangen her en der wat files uit. Wat PNG, wat JavaScript, wat HTML en eventueel ook nog wat vendor software. Samen zit dat in een of andere folder en dat is op dat moment jouw project. Dan ga je daar natuurlijk aan werken. Ja, en als je een verandering aanbrengt, dan weten jullie ook wel, het is nooit één file die je verandert. Het zijn altijd meerdere files. Bijvoorbeeld, je voegt een stylesheet toe en op een HTML-pagina moet je dan natuurlijk ook wel een link opnemen naar die stylesheet. Dus je brengt een verandering in het algemeen op je project aan op meerdere files die tegelijkertijd, zeg maar, die bij elkaar horen, die tegelijkertijd veranderen. Ja, en dan heb je een nieuwe versie. Maar je wilt natuurlijk nog wel eens zien wat er in het verleden was. Hoe zag een oude versie eruit? Wat zijn de veranderingen die ik heb gedaan? Maar ja, die oude files heb je niet meer. Wat je natuurlijk kan gaan doen, is dat je een kopie maakt van die hele projectfolder directory. Ja, die bepaalde namen geeft. Maar ja, dat is nogal wel werk. En bovendien, als je wilt zien wat de verschillen zijn, dan is dat nog meer werk. Dus dat is lastig en ook wat inefficiënt, want ja, soms heb je maar twee files veranderd, maar je maakt een kopie van misschien wel 600 files. En die zijn voor het grootste gedeelte allemaal hetzelfde. Dus dat is niet zo efficiënt en niet zo erg handig in het gebruik. Tweede probleem is dat als je met een team samenwerkt, ja, dan heb je natuurlijk die folders en die snapshots van die folders op verschillende computers staan. En de een is bezig met deze filetjes, de ander is bezig met die filetjes. Dan moet je die dingen gaan uitwisselen en het moet dus in de juiste mapjes komen. En voor je het weet ben je geheel en al de draad kwijt. Ja, iedereen heeft een soort van half project, maar bij niemand werkt het meer. En de zaak loopt vast. Dus dat is het probleem. Verandering over tijd door verschillende personen in een projectteam. En dat is, ja, hoe lossen we dat op? Nou, het probleem is natuurlijk niet alleen aangekaart, maar is ook opgelost en het heet in het algemeen een version control software. En wij nemen daarvoor Git. In Git zijn een aantal dingen belangrijk. Een aantal concepten. De repository, het begrip repository. Het begrip staging, zeg maar achter de schermen, hoe dat, zeg maar, zo'n repository wordt opgezet en aangemaakt. En zal ik nog wat resources aangeven waar je wat spullen kan vinden en nog even uitleggen hoe wij met onze tooling omgaan. Een repository dan allereerst. Zo'n folder snapshot, ja, die noemen we in het algemeen een commit. Ja, dus denk maar aan die snapshot van die folder, zo'n kopie van die hele folderstructuur die je wilt maken, dat is één commit. En dat zijn die rode rondjes in die database daaronder. Want een repository, een Git repository, is niets anders dan eigenlijk een database met allemaal commits erin. Dus de structuur die je, zeg maar, op je computer hebt zitten met een lokale repository is dat enerzijds heb je dus je working directory waar je projectfiles staan, dus die folder met al die files erin. En anderzijds heb je een database met allemaal snapshots van die folder, ja, zoals ze over tijd waren op momenten dat jij die snapshots hebt genomen. En Git doet dat heel efficiënt. Die maakt dus niet 600 kopieën van de files die niet zijn veranderd, maar die houdt dat wel netjes bij. Hoe komen die commits nou in die database? Nou, dat is een soort van tweestapsproces. Een soort, er zit een staging area tussen. Immers, in je working directory maak je eerst wat files, wat nieuwe files, je verandert wat files. En wat je doet, is dat je zo'n snapshot, voordat je hem aan de database commit, in de database opneemt, is dat je die eerst maakt door te stagen. Dus je brengt een aantal files van die working directory, die voeg je toe aan die staging area.
En daar kan je dingen nog aan veranderen. Je kan weer dingen weghalen uit de staging area. Je kan weer eens dingen toevoegen. Ja, totdat je zegt van nou, de staging area, dat is nu een goede snapshot van mijn status van mijn project. Dan commit je die staging area naar de database. En dan komt er zo'n rood balletje bij met een nieuwe commit. Het omgekeerde kan ook gebeuren. Stel je voor, je wilt dus terug naar een oude commit. Dan kan je die checkout doen. Dan haal je dus een oude commit. En daarmee overschrijf je de working directory volledig met ja, de situatie van het project, van je projectfolder, die, zoals die was op het moment dat je die commit had gemaakt. Dus je kan dus wat oude versies uitchecken en die kan je dan ook weer runnen, ja, lokaal, en kijken wat het was. Dus dat is de tweestaps manier om ja, je snapshots van je files uiteindelijk als commits in die database te krijgen, staging. Voordat we de demo gaan doen, nog even wat linkjes. Alle spullen van Git staan op de echte bron, dat is de gitscm.com. Daar vind je de downloads van de software, de meest recente software. Voor de verschillende platformen die we ondersteunen, Mac, Windows, Linux. Daar vind je ook een gratis boek, als je jezelf nog wat verder wil bekwamen. En dat is allemaal... Dat is een goed boek, dus dat zou ik zeker even downloaden. Het is gratis. Kost wat tijd om te lezen natuurlijk. Daarnaast is er een goede, zeg maar, tutorial site van Atlassian. Atlassian is ook een hoster van Git repositories. Ze doen dat alleen met Bitbucket. Wij zullen dat niet gebruiken. Maar die tutorials zijn erg goed. Ja, dus als je echt een Git guru wilt worden, dan raad ik je aan om die tutorials eens te bekijken. Dan nog even iets over de tooling. Wij werken natuurlijk in onze projecten hoofdzakelijk vanuit IntelliJ met onze projectfiles. Ja, dat is onze bread and butter. IntelliJ heeft een hele goede Git plugin. Dus die is goed gelinkt met de Git software op jouw computer. En dat werkt prima. En op het moment dat we naar die centralized repositories gaan, dan legt Git de connectie wel naar GitLab. Want dat is onze repository hosting software, een HVA GitLab omgeving. Dus dat werkt allemaal prima. Zo heel af en toe blijkt echter dat er in die Git repositories iets vervelends gebeurt, iets naars gebeurt. En dan wil je in meer detail kunnen kijken. En dan zou je een aparte client, een GUI client kunnen gebruiken. Zoals bijvoorbeeld fork. Ja. Denk er wel over na dat die fork weet natuurlijk van alles van Git. Ja, maar weet helemaal niks van jouw projectstructuur. Die weet niks van .id files. Dat je die wel of niet moet meenemen. En welke dan. En waar die uithangen. En ja, dus mijn voorstel, wat ik hier zal doen in deze demo, is dat ik fork voorlopig niet gebruik. Ik werk volledig vanuit IntelliJ. En fork heb je pas nodig als het echt ingewikkeld wordt. En als dat nog niet werkt, dan kan je ook nog naar de command line en de command line git commando's geven. Dan naar de eerste workflow, de localized workflow, gewoon met een lokale git repository en verder nog geen GitLab. Ik zal de use case zeg maar even behandelen en ik zal een demootje geven. De use case is als volgt. Je werkt op je computer met IntelliJ. Je maakt nieuwe bestandjes, je verandert bestandjes en die neem je op in die staging area. En vervolgens wil je die staging area, die snapshot, weer committen naar de database. Dat is dat dingetje daaronder, die stapel van die commits. En dan daarna wil je misschien die oude commits nog wel eens bekijken of misschien vaststellen welke verschillen er zo al niet zijn tussen die commits die ik nu heb en misschien een oudere commit om te kijken welke veranderingen er hebben plaatsgevonden. Dat we achter de schermen zijn, dat de volgende commando's, zeg maar het initialiseren van een Git repository, het toevoegen van files, de add aan een staging area, de commit van de staging area naar de database, het bekijken van de inhoud van de database, de log, het ophalen van een oude commit, checkout, en het vergelijken van twee commits met de diff. We zullen dat doen aan de hand van een demoprojectje en ik heb vast een demoprojectje klaargezet. Zo ongeveer het meest eenvoudige wat je kan maken. Ik heb een foldertje gemaakt met HTML-faaltjes. Daarin heb ik één HTML5-faaltje gemaakt. Uiteraard met een klein stukje tekst erin, een headertje met een Hello World. En ik kan eens kijken of dat werkt. En het ziet eruit dat dat werkt. Dus dat is mooi. Nu wil ik een lokale Git repository opzetten. En daartoe gaan we naar de commando VCS Enable Version Control Integration. Dan kan je kiezen uit een aantal smaken. Maar wij zullen, je hebt Mercurial, Perforce, Subversion, maar wij zullen Git nemen. Ik klik op OK.
En dan heb ik een Git repository aangemaakt. Weliswaar nog een lege, er zit nog niks in. Maar ik heb in ieder geval een lege repository aangemaakt. Let ook op dat die kleurtjes van de files hier, zeg maar, dat die veranderen. Ja, er zijn drie kleurtjes. Rood betekent, zit nog niet in de staging area. Hoe krijg ik nou mijn eerste commit? Nou, de manier om dat te doen is om hier naar VCS Git te gaan. VCS commit te gaan. En dan krijg ik mijn commit windowtje. De eerste keer kan ik die files die nog niet gestaged zijn, kan ik allemaal in één keer stagen door ze aan te klikken. Ga dat niet moeilijk doen. Ga niet bijvoorbeeld bepaalde files uitsluiten. Bijvoorbeeld de demo IML of de MISC XML. Al die files behoren tot je project. En als je die niet aankruist en meepusht, dan zullen je teammembers die ook niet krijgen. Met het probleem dat ze het project niet kunnen runnen of dat het anders werkt. Dus kies gewoon de hele trits. Voordat je een commit kan maken, moet je ook een commit message geven. Dus dit zal ik de commit message, de initial commit noemen. En dan kan ik hem committen. Als dat gebeurd is, nu heb ik een repository ook met één commit erin. Hieronder zie je een tabje Git. Daar zie je op wat tabjes met wat er op dit moment aan lokale verandering is. Er is nog geen lokale verandering. De console, dan kan je zien wat er echt achter de schermen gebeurt met Git-commando's. Maar er is ook een logtapje. En hier heb ik mijn local repository. Daar zit één branch in, namelijk de master branch. En in die master branch zit één commit, namelijk de initial commit. En er staat ook bij wie hem gecommit heeft en wanneer dat gebeurd is en dergelijke. Dan ga ik verder met het ontwikkelen. Ik wil bijvoorbeeld die header, die wil ik rood maken. Dus volgens de regelen van de kunst maak ik dan vast een nieuwe directory, CSS, waar ik mijn stylesheets wil onderbrengen. Ik creëer een nieuw stylesheet. Die geef ik dan maar de naam van de HTML-file waar die bij hoort. Dat moment zegt Git van, ja hoor, je hebt nou elke keer nieuwe files gemaakt, zullen we die maar automatisch voor je stagen? Dan hoef je ze niet elke keer met de hand te stagen. En dan zeg je, dat lijkt me prima. En hoef je ze ook niet opnieuw te vragen. Ja, en op dat moment zie je onmiddellijk dat de kleur van deze verandert van rood naar groen. Groen betekent, is gestaged. Ja, dan hoef ik dus niet opnieuw aan te geven. Nou, dan kan ik een stylesheet maken. Ik zeg gewoon dat die headers, die moeten rood worden. Ja, ben ik dan klaar? Nee, natuurlijk niet. Ik moet natuurlijk ook een wijziging aanbrengen op mijn HTML. Ik moet dat dingetje linken. Ja, dat is een stylesheet. En je vindt hem, href, dat doe ik niet goed, double quote, href. Is. Ja, en dan moet ik iets omhoog, weer iets naar beneden en dan vind ik daar mijn index CSS en haakje sluiten. Ja, dus ik heb een nieuwe file gemaakt en ik heb een file gewijzigd en dat is de derde kleur. Zie, deze is blauw en dat wil zeggen hij is gestaged, maar hij is lokaal gewijzigd. Ja, groen betekent hij zit in de stage en is ook ongewijzigd en rood betekent is nog niet gestaged. Dus onthoud die drie kleurtjes even. Nou, dan ga ik natuurlijk eerst even testen. Ja. Oh, nou. Dat ziet er goed uit, dat is mooi. En dan kan ik zeggen, daar wil ik graag een commit van maken. Ja. Hier krijg ik automatisch al te zien dat die files dus netjes toegevoegd zijn. En ja, ik heb hier gezegd, met commit message, ik zeg, ik heb een style toegevoegd. En dan commit ik. Kijk ook wat hieronder gebeurt. In mijn local repository heb ik naast mijn initial commit, die ik 3 minuten geleden heb gemaakt, nu ook een nieuwe commit, die ik net gemaakt heb. En het commit message added style. En op die manier kan ik dus mijn commits lokaal maken. Ik kan ook weer terugstappen naar de vorige. Ik zeg, oké, ik wil even zien hoe het was toen met die oude. Dus dan selecteer ik deze, ik right-click en ik zeg checkout revision. En let goed op wat hier gebeurt. Hier is in één keer mijn CSS-folder is verdwenen, mijn index-CSS is verdwenen. En ook mijn index-file is in één keer, die indexfile is in één keer, het linkje is weg, zie? Dat staat er niet meer. Dus de situatie is weer precies zoals het was op het moment dat ik deze commit heb gemaakt. Ja. Ik kan ook weer terugstappen. Ja. Ik kan ook weer deze weer. En dan moet ik een checkout master doen. Doe niet een checkout revision, doe een checkout master. Overigens die kleurtekst die je hier ziet, geel is waar je op dit moment bent. Dus als ik deze zou uitchecken. Hier dan zie ik, dat geel is waar ik nu ben. Groen is waar de master branch uithangt. Ja, en als die twee niet samen zijn, dan moet je geen wijzigingen op je project aanbrengen. Moet je eerst even terugstappen naar de master.
Doe geen checkout revision, maar doe een checkout master. En dan zijn de twee linkjes, de twee tagjes hier weer op dezelfde plek. Dat is mooi. Dan kunnen we terugstappen naar de presentatie. En dan heb ik ongeveer... Oh, ik heb de diff nog niet laten zien. Laat ik de diff nog even laten zien. Stel je voor dat ik toch wil weten wat deze commit en die commit, zeg maar, wat het verschillen zijn. Dan selecteer ik ze alle twee. Ik doe een right-click en ik zeg compare versions. Dan ziet zeg maar Git dat er twee files, zeg maar dat er één nieuwe file is gemaakt in die commit en één oude file is veranderd kennelijk. Die is blauw. Die kan ik pakken. Ik zeg laat maar zien wat de verandering is. En hier kan ik keurig netjes zien dat er kennelijk de oude file er zo uitzag en dat er in de nieuwe file een extra regeltje is toegevoegd. Dus op die manier kan ik ook goed zien tussen twee verschillende versions, twee verschillende commits, wat de wijzigingen zijn die er door de diverse personen zijn aangebracht. Dus dat is de diff. En dat is niet onhandig om, als er fouten zijn in je project, om even te kijken wie er wat heeft veranderd en wanneer en waarom. Dan hebben we de localized workflow hebben we gehad. En we gaan dan naar de centralized workflow. Niet onbelangrijk, want dat is wat je nodig hebt als je in teams wil samenwerken. Daar hebben we ook weer de use case die ik even zal laten zien. Daar speelt GitLab natuurlijk een rol om die centralized repository te hosten. En ik zal een demo geven. De centralized workflow dan, de use case. Ja, ik heb hier gewoon meerdere team members die samen, die allemaal lokaal hun eigen repository hebben. Maar al die lokale repositories zijn geconnect op een of andere manier met één centrale repository. En die stelt hen in staat om hun changes, zeg maar, netjes met elkaar uit te wisselen, zonder dat de zaak in het honderd loopt. Dus dat is de use case en dat is ongeveer de use case die jullie in het project, zeg maar, zullen volgen. Daarvoor hebben we GitLab nodig. Dan moeten we een project, zo'n centralized repository opzetten. En dat doen we natuurlijk op de HVA GitLab omgeving. De URL zie je hier. Ik zal laten zien hoe je zo'n projectje opzet. Ik zit hier op mijn omgeving. Ik ga naar de Git omgeving. En daar zie ik al mijn projecten waar ik al dan niet rechten op heb. Ik maak een nieuw project aan. En ik geef dat project natuurlijk dezelfde naam als die ik lokaal heb. Ja? Je mag wel een andere naam geven, maar dan weet je zeker dat je over een week of over twee weken niet meer weet wat bij wat hoort. Dus geef hem gewoon dezelfde naam als het project op je lokale machine. En ik maak dat project aan. Initieel heb ik dan natuurlijk ja, ook een lege repository. Ja. En wil ik in de toekomst zeg maar, daar mijn teammembers ook op laten werken, dan kan ik hier bij members kan ik teammembers zeg maar, toevoegen. Bijvoorbeeld, ik wil dat de heer Leek met mij gaat samenwerken. Ja, ik pak Pieter Leek. Ik geef hem de rol maintainer. Ja, dus doe hem niet een andere rol, want dan heb je te weinig rechten als teammember om mee te werken. Geef hem de rol maintainer en invite hem, zeg maar, op je project. Ja, dat is wat er ongeveer centraal moet gebeuren. Hoe koppel ik nu mijn lokale repository met die centrale repository? En dat doe je hier met dat clone. Ja, ik kopieer een linkje naar die centrale database. En ik ga naar mijn IntelliJ project. Daar kan ik onder VCS, Git, met remotes, ik kan een remote repository definiëren. Ik voeg er een toe. Standaard heet dat ding origin. Verander dat niet. Ja, hou alles zoveel mogelijk standaard, dan heb je zo min mogelijk problemen. En ik plak hier dat linkje in wat ik net gekopieerd heb. En op dat moment ja, is mijn lokale repository geconnect met een remote repository. Dan heb ik alleen een connectie op tot stand gebracht, maar er staan de spullen er nog niet. De manier om spullen van deze repository, lokale repository, te brengen naar de centrale is door een push te doen. Ik push als het ware mijn spullen naar de remote repository en die staat hier. Ik push. Nou, hij weet al dat hij dus naar die remote repository master branch moet. Dit is alles wat erin gaat. Al deze commits wil ik meenemen en ik push gewoon. Op dat moment is het gebeurd. Als ik dan op die centrale ga kijken en ik doe een refresh, dan zie ik ook keurig netjes dat de repository niet meer leeg is, maar dat daar folders staan met files. En ook in deze repository kan ik kijken naar de graph. Dan zie je keurig netjes dat al mijn commits erin zijn. Mijn initial commit, mijn style die ik heb toegevoegd, al die commits staan er netjes in. En ook alle files. Als ik hier kijk naar die CSS file, dan zie je dat die er ook netjes in zit.
Oké, dat is mooi. Dan staat hij in de centrale repository en ik heb de lokale repository. En daar kan ik natuurlijk gaan doorwerken. Ja. Bijvoorbeeld kan ik zeggen, nou, ik wil graag een paragraafje toevoegen. Ja. En bijvoorbeeld, dit is awesome. Ja, dat kan ik testen en dat kan ik natuurlijk weer committen. En dat is een update van de index. Dus de commit message, zeg maar, is, ik heb mijn indexfile geüpdate en een commit. En hier onderin zie je keurig netjes dat er nu een nieuwe commit is gekomen. Die paarse, dat is de origin. Dus volgens deze is de origin, die zit nog deze. Ja, want ik heb het nog niet gepusht, dus de origin zit nog hier. Maar ik ben al hier met ontwikkeling. Naast mij zijn er natuurlijk teammembers die ook aan het werk zijn. Nou, ik heb maar één ontwikkelomgeving, maar ik simuleer even een teammember die bijvoorbeeld los van mij beslist dat die kleur rood niet zo mooi is en dat die index CSS file, dat hij dat graag wil veranderen in groen. Kijk, en hier zit ook een IDE, een web IDE. Dus ik kan hier centraal, hè, kan ik dat ding aanpassen. Ik zeg, nou, dat rood vind ik niks. Ik neem groen. Green. Ja, en ik kan dat committen, ja, centraal. En ik doe dat aan, op de master branch. Ik creëer even geen nieuwe branches. Ik zie de veranderingen voor en na. Ja, en ik zeg, oh, ik moet natuurlijk keurig netjes een update message geven. Update. En ik heb een update gedaan aan de style. Als ik dat gedaan heb, dan kan ik weer naar mijn project kijken. En ik kan bijvoorbeeld kijken naar de repository graph. En ik zie nu keurig netjes dat naast mijn initial commit en mijn edit style, dat ik nu ook een update heb aan de style. Terug naar mijn lokale, zeg maar, repository. Ik heb natuurlijk lokaal mijn index aangepast. En ik weet helemaal niets van die centrale wijziging die er is. Dus ik probeer gewoon dat weer te pushen. Op het moment dat ik dat push, stelt de repository centraal vast, hey, er is een probleem. Er zijn updates geweest, ja, sinds dat jij de laatste, zeg maar, hebt opgehaald. Dus dat kunnen we niet zomaar erin gooien. Dan doe ik even een cancel. Ik ga niet meteen mergen of rebasen, maar ik ga even cancelen. Ik wil eerst eens even weten, hoe ziet het er dan remote uit? Dan doe ik een faces git fetch. Dan kan ik even zien wat er centraal gebeurd is. Kijk, en wat ik zie is dat ik heb vanaf deze edit style waar we nog dezelfde hadden, ja, heb ik een update gedaan aan de index. Maar centraal, dat paarse dingetje, is er iemand geweest die heeft een update aan de style gedaan. Ik kan natuurlijk even kijken wat hij gedaan heeft. Bijvoorbeeld door te zeggen, nou ja goed, check die revision maar uit. En dan kan ik eens even kijken, naar die CSS file. En zeg, oh ja, die is inderdaad, heeft hij groen gemaakt. Oh, dat is fijn. Ja. Als ik niet precies weet wat de verschillen zijn, kan ik natuurlijk kijken naar deze en naar deze en ik kan zeggen compare versions. Oh, er is een verandering geweest aan index en ik zie dat die van rood naar groen is veranderd. Dus ik kan zo op die manier met die fetch kan ik eerst eens even kijken wat er nu precies centraal, zeg maar, zo gebeurd is. Ik stap er even terug. Maar ja, nu hebben we wel een probleem. Ja? Centraal staat er iets zonder die extra regel in de index file. Maar ik heb lokaal iets staan zonder die style. Dus ja, wat nu? Nou, ik stap even terug met checkout master, ja, zodat ik weer op mijn master zit. Ja, en ik ga die twee dingen nu mergen. Proberen ze in elkaar te vlechten. En ik ga dus daar een git merge op doen. Hij zegt, wat wilt u mergen? Ik zeg, nou, ik wil graag mergen met de remote origin master. Ik kan meerdere remotes hebben, maar ik wil die origin hebben en wel de master branch. En ik merge die twee tegelijk. En kijk nu wat er gebeurd is. Ja. Die centrale, ja, update style is nu gemerged met mijn lokale update index. En als ik nu kijk, dan heb ik inderdaad keurig netjes bij de index file staat groen. En in die CSS file en in mijn index file staat die extra regel. Dus ik heb nu beide veranderingen in mijn project zitten. Die staat natuurlijk alleen nog maar lokaal. Zie, die origin die staat nog keurig netjes op deze. Dus nu kan ik wel zeggen, VCS git push. En dan push ik hem uit. En dan is ook de remote master is geüpdate. En nu staan we allemaal daar. Dus dat ik nu om zou schakelen naar de remote repository. En doe een refresh. Dan zien we dat ook daar keurig netjes die update style commit is gekomen. En dat ook keurig netjes die update index en die update style, zeg maar, gemerged zijn.
En op die manier kan ik dus werken. Ja. Het is dus verstandig om iedere keer als je, zeg maar, voordat je pusht, eerst nog even een fetch te doen. Anders krijg je vanzelf wel foutmeldingen. Ja, om even te kijken of er geen centrale wijzigingen zijn die je zou willen mergen in jouw lokale project voordat je het gaat pushen. Oké, dat is de manier waarop je, zeg maar, met een single master branch werkt, met een centralized repository, met verschillende team members. Hoe begint een teammember, zeg maar, dan, je hebt dat project nu gemaakt en gepusht en er komt een nieuw teammember bij, die moet natuurlijk ergens beginnen, die kan geen lege repository opzetten en dat is waar ze beginnen te pushen en te poolen. De manier waarop die dat doet is met behulp van een clone. Je gaat naar je main project window en je zegt get from version control. En daar plak je die URL erin die ik net had. Ja, ik moet hem natuurlijk een naam geven. Ik noem hem maar eventjes copy. Ja, ik maak een nieuw lokaal project aan. Die heet copy. Ja, en ik clone dat hele ding. Ik krijg een nieuw project in IntelliJ. En ik ben helemaal online. Ik heb een lokale repository. Ik heb hem gelinkt met de remote repository. Ja, alle files zitten erin. Er zit ook de commits zitten erin als ik in de log kijk. Ja, dus met die clone operatie kan een nieuw teammember, zeg maar, zich inschrijven op het centrale project. En meteen on the fly alles oppikken. Alle oude veranderingen, alle oude commits zitten erin, alle files zitten erin. En hij kan meewerken. Hij kan wijzigingen maken, pushen, poolen en dergelijke. Terug naar de presentatie. Ja, we hebben de demo gehad. We hebben gezien hoe we remotes opzetten, hoe we pushen. Dat we kunnen fetchen om te kijken hoe het was. Dat we kunnen mergen. En een fetch en een merge tegelijkertijd, ja, noemen we ook wel een pool. Ik raad u aan om voorlopig maar even eerst een fetch te doen om even te kijken wat er zo centraal allemaal veranderd is voordat je een merge doet. Dus ga niet onmiddellijk poolen, want dan is het een fetch en een merge tegelijkertijd. En dat wil je niet altijd. En we hebben de clone gezien. Goed, dan zijn we bijna aan het eind. Maar zijn we er dan? Nou, nee. Git is een groot en complex systeem. Dus als u zich nog verder wil bekwamen, er zijn nog tal van andere commando's. Config, status, revert, rebase, branch, stash, bisect. Nou, noem ze maar op, daar kan je erg knap in worden. En er zijn ook andere workflows. Bijvoorbeeld, en dat is niet onbelangrijk, de Git flow. Daar zien we één master branch, maar dan gaan we branchen voor bijvoorbeeld een hotfix die even gemaakt moet worden en voordat die uitgerold wordt, zeg maar, even apart getest moet worden. Er zijn misschien development branches waar andere ontwikkelingen plaatsvinden en waarop weer andere feature branches worden gemaakt. Die worden op een gegeven moment weer gemerged. Ja, die hotfix die wordt natuurlijk gemerged in de release branch, wordt een nieuwe release, maar die hotfix heb je natuurlijk ook nodig in je development branch, want anders dan kan je die fout opnieuw introduceren in de release branch. In de master branch. Op die manier kun je dus allerlei branches maken en daar kan je heel knap in worden. Dat doe je met branches en merges en dergelijke. Daarnaast is er de forking workflow en dat is eigenlijk de meest gebruikte workflow bij open source development. Daar is niet sprake van één centrale repository. Nee, iedere developer heeft zijn lokale repository en zijn eigen centrale repository. Ja, en die creëert zijn eigen centrale repository door de repository van iemand anders te forken. Dan kan hij daarin pushen en poolen en ontwikkelen tot hij een ons weegt. En vervolgens heeft hij iets moois en dan kan hij een pull request uitzetten bij een andere developers. En die kunnen dat eventueel bekijken en als ze het mooi vinden opnemen in hun repository. Daarmee ben ik aan het eind van dit verhaal. En zullen we dus de zaak afsluiten. En ik hoop dat jullie er een klein beetje van opgestoken hebben.